Welkom bij onze eerste aflevering van Het woord van het leven. Vandaag wil ik samen met jullie kijken naar een vers uit Jesaja. En dat is uit Jesaja hoofdstuk 12, vers 1. En die vers luidt als volgt: Op die dag zult u zeggen: Ik dank u, Heeren, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Het is dus meteen een best zware psalm. Want dat was ook het gevoel van Jesaja op dat moment. Jesaja had een profetie te brengen aan zijn volk. En in de hoofdstukken, tot en met hoofdstuk 11, was dat verhaal best zwaar. Het was een zware last die Jesaja moest brengen. Hij moest brengen dat God toornig was op zijn volk en dat de Assyriërs het volk zouden gaan overheersen en dat het volk zelfs verbannen zou worden van zijn plek. En dat was een zware last om te dragen en depressieve gevoelens. Jesaja zag dat het volk verkeerd bezig was, corrupt raakte en God niet goed meer kende. En dat voelde dus slecht. En zo hebben wij ook momenten dat wij ons slecht voelen. Maar toch zien we Jesaja zeggen... Op die dag zult u zeggen, ik dank u Heere, voor uw toren. En dat is bijzonder. Waarom dankt Jesaja God voor zijn toorn? Nou, dat is als volgt. We hebben net gezegd, heel veel profetie over moeilijke perioden die zou komen voor het volk. En dan komt hoofdstuk 11. Waarin God vertelt aan Jesaja in de profetie... Over de komst van de Heer Jezus, de verlossing van het volk, het verhaal van het kruis en het koninkrijk wat zou komen. Dus het volk zou ook verlossing krijgen. En dat is die vers dat hij zegt: op die dag zult u zeggen. In ons leven maken wij ook moeilijke tijden mee. Periodes dat we helemaal aan de grond zitten. En ook op die momenten voelen wij geen hoop. Net als dat Jesaja op dat moment ook geen hoop heeft. Maar wat we zien is dat Jesaja die hoop wel vindt in het kruis. Wat wij alle moeten hebben, is dat omdat wij het kruis hebben, omdat wij het woord van God en de beloftes hebben, dat ook al voelt het nu niet goed, dat we hoop hebben in de toekomst. En dan kunnen we zeggen op die dag. Dus de Bijbel leert ons iets praktisch. De Bijbel vraagt ons niet om midden in het probleem niet verdrietig te mogen zijn. Nee, we mogen verdrietig zijn en we mogen voelen dat we ons slecht voelen. We mogen ons zelfs, al zeg ik het moeilijk, ons verlaten voelen. Maar in de hoop dat er iets moois komt, kunnen wij God danken. Kunnen wij God danken omdat hij uiteindelijk door de beproeving iets nog mooiers geeft. En dat moeten we onthouden. God geeft nooit een beproeving zonder hoop en verlossing. Dus belofte van het terugkeer naar het beloofde land gaf hij hem, maar daarnaast ook wat verder in de toekomst zou komen, en dat is de komst van de Heer Jezus, die wij allemaal hebben mogen genieten, juist in deze periode. Het mooie is, we staan hier nu in de kerk, Tijdens de periode van de 50 heilige dagen. We hebben Pasen net gehad. De vers hierna, die meteen komt naar die vers dat hij dankt. is de vers die wij ook gebruiken in Sok Tetigom tijdens de Leidensweek. Dat we zeggen: Mijn kracht en mijn lof is de Heer. en hij is mijn heilige verlossing geworden. Dus dat is de dank en de hoop die Jesaja vindt in het verlossingsverhaal. We zien ook een mooi voorbeeld hierbij. en dat is Sint-Paulus. Sint-Paulus. Heeft zijn leven lang geprobeerd om het goede te doen, als Saulus zijnde. En het goede te doen in de naam van God, terwijl hij heel verkeerd bezig was. We zien op het moment dat God hem roept, dat hij blind wordt, dat hij niet meer kan zien, dat hij naar Damaskus wordt gebracht. En dat vanaf dan begint een moeilijke tijd voor, Jezus, voor, voor uh, Paulus. Vanaf dan begint een moeilijke tijd voor Paulus. Hij moet alles opnieuw leren, hij moet leren wat het christendom is, hij moet leren wat God van hem wil. En vanaf de eerste maand dat Paulus begint met te prediken, nadat hij gedoopt is door Hanania op de hand van Hanania, zien we dat er meteen al mensen zijn die hem willen vervolgen en die hem dood willen hebben. En dat hij uiteindelijk na drie jaar zelfs moet ontsnappen uit de stad voor zijn eigen leven. En dat is het verhaal van God, dat is de hoop van God. Paulus, vanaf zijn eerste dag met God, enorm blij, enorm tevreden, enorm veel hoop. Maar tegelijkertijd. Paulus vanaf de eerste dag met God, met mensen die hem dood willen hebben. Zo is het ook in ons leven. God, met God zijn betekent niet dat onze problemen automatisch uit de weg zijn. Met God zijn betekent dat wij hoop hebben en dat wij kracht hebben. En dat we echt met Jesaja kunnen zeggen, op die dag, op die mooie dag, dat ik het verlossing voel, het verlossingsverhaal ken. Pasen, echt vier in mijn hart. En de hemelvaart, echt vier in mijn hart. En met God verheven wordt naar de hemel. Op die dag zal ik zeggen dat ik Gods toorn lief heb. Dus op die dag zullen wij zeggen dat wij God danken voor zijn toorn, maar dat hij ook zijn toorn heeft een einde. Het is niet voor eeuwig toorn, zijn toorn heeft een einde. Op een dag komt hij en zal hij ons troosten. Dus de vers van onze dag vandaag is, op die dag zult u zeggen. Ik dank u Here, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Jesaja 12 vers 1.